na de warming-up van een touwtje springen of een andere warming-up gaan we even rekken. En daarna gaan we wat krachttraining doen. Oké, we gaan eerst onze rechterarm helemaal naar voren, dus helemaal ronddraaien. 5, 4, 3, 2, 1. Achteruit, helemaal lang maken, dus echt recht omhoog. Ja. 4, 3, 2, 1. En weer naar voren. Weer 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linkerarm vooruit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achteruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vooruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Zet je handen in je zij, trek zo ver mogelijk naar links, naar rechts, nog een keer links, rechts, ja knikken, kin op je borst, hoofd achterover. Oké, links voor de schouder. Andere kant. Oké, nee schudden, ja knikken. Waarom doe ik dat? Als je hoofd helemaal ronddraait, dat is heel slecht voor je nek, krijg je een te soepele nek. Dat is niet goed voor een bokser. Ja, sowieso niet. Het ronddraaien is eigenlijk helemaal niet goed. Dus oprekken op deze manier is goed zat. Oké, arm uit elkaar, kleine rondjes vooruit. Doe maar een korte sessie nu. De grootte van een tennisbal, maak de cirkels met de punten van je vingers. De grootte van een voetbal vooruit. De grootte van een skippiebal, zeg ik altijd, helemaal grote cirkels vooruit. Achteruit, groot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, de grootte van een voetbal, achteruit. Borst vooruit, dus niet zo gaan staan. Echt recht houden in je lichaam. Kleine cirkels, de grootte van een tennisbal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oké. Linkerhand in je zij, rechterhand omhoog, ga naar links hangen. Rechterhand in je zij, ga naar rechts hangen. Twee handen in je rug, hoofd achterover. Oké, voeten bij elkaar, knieën draaien, doorzakken naar links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, handen in je zij, heupen draaien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, handen in je zij, schouders naar achteren.
voren. Oké, even je polsen draaien. Andere kant op. Pak je linkerbeen vast. Helemaal aantrekken. Lichte krachtoefeningen doen, niet te veel.
hebben wat warming-up gedaan, rekwerk. En nu gaan we wat opdrukken en buikspiertrainingen doen. We beginnen met triceps, armen snel bij elkaar. We beginnen gewoon met 5 keer. Als je dat echt niet kan, dan doe je je knieën op de grond. Dan doe je het op deze manier. Ja? Veel dames hebben daar veel moeite mee, dus mag je je knieën op de grond doen. Ik doe het wel gewoon zo. We beginnen met 5 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Gooi je armen los. Elke keer sta je gewoon op na die kleine sessie van opdrukken of wat dan ook. Eerst even opstaan, armen losgooien. En dan ga je naar de volgende. Schouderbreedte, dus je armen recht onder je schouders. Gaat weer 5 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Sta weer op. Doe even mijn mouwen omhoog. Oké, breekt uit elkaar. Gaat weer 5 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, de eerste 5 waren voor deze spieren, voor je triceps. Normaal opdrukken, borst, armen. Ver uit elkaar is echt wel borst trainen. Ja? We doen hetzelfde, alleen nu ga je 6 keer proberen. Ja? Net heb je 5 keer gedaan. En ga proberen nu gewoon elke keer iets te verbeteren. Ja? Probeer elke keer het doel net een klein beetje, de lat net een klein beetje hoog te leggen. 6 keer triceps. Snel bij elkaar. Ja? Gaat die. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opstaan, losgooien. Ja? Nu weer schouderbreedte. 6 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weer even armen los. Oké, breed. 6 keer. Gaat ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weer losgooien. Nu gaan we 7 keer. Ja? 7 keer. Daarna bouwen we weer af. We gaan niet door tot 10. We doen 5, 6, 7, 6, 5. Dus we maken een, zeg maar een torentje en we gaan weer bergafwaarts. Ja? 7 keer. Triceps. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schouderbreedte, 7 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breed, 7 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou gaan we weer naar beneden. Ja? We hebben 5 gehad, 6 gehad, 7 gehad. Gaan we 6, 5. Ja? Oké, triceps, 6 keer. Dus smal bij elkaar. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Oké, schouderbreedte. 6 keer. Goed blijven ademen. Neus in. Mond uit. Oké, schouderbreedte. 6 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oké, breed. 6 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaat ie. 5 keer. Small. Armen bij elkaar. 1, 2, 3, 4, 5. Nog een keer schouderbreedte en breed. Ja, dus nog 10 keer opdrukken totaal. Als je het niet redt, tempo, maakt niet uit. Ja? Probeer gewoon in die tussentijd een paar keer mee te doen. Ja? Oké, schouderbreedte, 5 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Laatste, breed. 5 keer opdrukken. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, we hebben 5, 6 gehad, 7 gehad. Nog een keer 6, nog een keer 5. Oes. Oké. Nu gaan we iets vervelends doen. En dan zitten. Ja? Zitten is niet erg. Maar tegen een paal is het best vervelend. Doe maar 1 minuutje. Ja? Ga zitten. Benen horizontaal. Handen hoog. Hoofd tegen de muur aan. Probeer vol te houden, neus inademen. Mond uit, luister gewoon naar de muziek of zo, waar ik wil. Ga niet denken, oh wat is het toch zwaar, want dat weet ik zeker niet. Oké, armen strekken. Armen uit elkaar. Oké, stel. Nu gaan we buikspieren doen op een andere manier dan wat je gewend bent. Ga op je rug liggen. Doe je benen in de lucht, tenen naar je toe, zodat je beenspieren helemaal gespannen zijn. Armen strekken. Je kan dus niet bij, anders klop je niet, dan zit je niet goed in elkaar, is dat welkom. Dan ga je tenen aan tikken. Ja? Beginnen met 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, sta je op. Nu gaan we 15 keer doen. Ja? Weer liggen. Dus eigenlijk een echte haakse hoek. Ja? Dus niet zo. Benen recht omhoog. Tenen naar je toe. Handen strekken. 15 keer. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nou, we hebben 15 keer gehad. Laatste is 20 keer. Ja? Dan blokken van op je buik. In de zomer, als het zwembad weer een keer open is. Oké, 20 keer, gaat ie. Weer benen recht, tenen naar je toe.
20. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoppa. Oké, eenvoudige oefening. Twee voeten op één lijn staan. Ja? Stap elke keer met je voet naar voren. Leg je voet vervolgens naar voren, wat hoog. Linkerknie bijna op de grond. Terugkomen, weer in één lijn staan. Ja? En weer terug. En weer terug. Gaat ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Oké, nou gaan we een behendigheid oefening doen. Het is gewoon een grappig iets. Hoef je helemaal niet te kunnen, maar je kan het wel proberen. Zet je handen op de grond. Klem je knieën aan de buitenkant van je ellebogen. En probeer op je handen te staan. Het is alleen maar balans. Hetzelfde als dit. Voeten recht naar voren. Ja. Handen op je knieën. Probeer zo te gaan zitten. Dus niet dat je achterover valt of wat dan ook. Gewoon. Bam, voeten. En ga zo laag mogelijk zitten. Ja, net als rijstplukkers. Handen binnenkant van je voeten. Benen strekken. Oké, dat was het voor vandaag. Bus.